Naast de monitoring van COVID-19 in Suriname is het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg ook bezig om een dengue-uitbraak te voorkomen. Dit maakte directeur Minouche Bromet vrijdag bekend. De maatregelen om dengue tegen te gaan worden normaal getroffen. In verschillende wijken van Suriname vinden er dengue-bespuitingen plaats. Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, met name BOG, zijn we heel erg alert. Dat gaf ik ook inderdaad eerder aan. En in de laatste persconferentie heb ik ook aangegeven dat we positieve gevallen hadden in Ikeri. De bespuitingen in Ikeri beginnen vanmiddag om 5 uur. En de bespuitingen in Paramaribo, komen we in Wanica zijn recent nog stopgezet. Dus het is afwachten en monitoren met name wat er aan positieve gevallen in deze gebieden dan worden aangemeld bij het BOG. Maar we zijn alert en we vragen hetzelfde van het publiek natuurlijk om waterhoudende zaken te ledigen en de omgeving schoon te houden. En natuurlijk handen wassen om COVID te voorkomen. De directeur van het BOG gaf vrijdag ook een update over de situatie van de Braziliaanse man die het 11e COVID-19 geval is in Suriname. Ten aanzien van de positieve casus die nu in de intensive care is opgenomen in het RKZ. Zuurstofsaturaties worden gemeten. Natuurlijk als iemand in isolatie is opgenomen in het Wanica ziekenhuis, wordt die dus medisch heel close gemonitord. En daar is dus komen vast te stellen dat die saturaties in het bloed, voor wat betreft zuurstof, aan het dalen waren. Uit voorzorg is de persoon overgebracht naar de intensive care van het RKZ, om daar COVID zijn symptomen, een van ze is dat het respirator heel snel acuut kan worden. En om te voorkomen dat in isolatie gaat gebeuren, is hij dus op de intensive care waar hij dus de intensieve zorg kan krijgen en ondersteunende zorg.